probeer altijd in mijn werk die waarde van die mens, het individuele verhaal, te beschrijven in zijn omstandigheden, in zijn historische context. En ja, dat vind ik belangrijk. Ik vind ook, ik heb zelf in mijn oratie ook het citaat gebruikt. Hij heeft ons in de palmen van zijn hand gegrift. De geschiedenis is niet weg. Mensen die zijn omgekomen door genocide in Cambodja, Killing Fields, in Auschwitz, die zijn niet weg. Ze zijn verbrand. Hun stoffelijk overschot is nergens meer te vinden. Ze zijn vernietigd, ze zijn onderdrukt. Maar hun geschiedenis is opgetekend bij God. En dat vind ik zelf als christen een mooie notie. Een troostvolle notie ook. Hun levens zijn niet zomaar uitgewist. Ze zijn behouden ergens. En als historicus kun je daar soms weer een glimpje van ontdekken. En je kunt ook... ik vind het een beetje lastig om de geschiedenis zomaar als leerhuis te beschouwen. Van, nou, we kunnen de les uittrekken. Nou, dat is ook alweer lastig. Maar je kunt wel de geschiedenis zien als een reservoir van allerlei verhalen van mensen. Van mensen die probeerden het goede te doen. Van mensen die daarbij het goede juist corrumpeerden. En als je dat nou goed optekent, kan je dat troost bieden. En ook inzichten, denk ik.